Goedemorgen. Nou, het weekend is aangebroken dat onze inboedel gaat verhuizen. Dus de verhuisbus komt zo. En dan hopen we dat alles past, want het is best wel veel. Ik ga het even aan jullie laten zien. Kijk, hier hebben we een verzamelingetje dozen staan, autostoelen. Hier staan een aantal doosjes, maar dat is helaas nog niet alles. Want dan hebben we hier, nou het liefst willen we ook het keukentje van de kinderen meenemen. En hebben we hier nog wat spullen staan. Een kastje, een kinderstoel, stoeltjes, strijkplank. Nou ja, noem het allemaal op. Er komt toch best nog wel veel bij kijken. We dachten dat we niet zoveel spullen hadden, maar ja, toch wel. TV'tje, als die past, gaat die ook mee. Nou, dan moeten we ook nog boven hebben we nog al onze kleding staan. Ik heb alles, alle kleding heb ik gevacuumd. Kijk, hier hebben we ook nog weer een hele hoop spullen. Zoals jullie kunnen zien, ik weet niet of jullie het kunnen zien door het licht. Hier hebben we dan een grote koffer, tassen, schilderijen, spiegels. Dus nou ja, het is de vraag of het allemaal gaat passen. We hopen het. En dan heb ik het nog niet eens gehad over... de trampoline, de tuinset... Nou, ik ben echt benieuwd of het gaat passen. Maar ja, we gaan ons best doen. Nou, de verhuisbus is er. Dus we gaan eens even kijken of we een beetje ruimte gaan vinden hier zo. En? Gaat het passen, denk je? Nee. Nee? Nou ja, we gaan ons best doen. Nou, de dozen nemen al af. De eerste spullen zitten er al in. Ik ben vooral heel blij met mijn vacuümzakken. Want die kan je echt overal douwen. Kijk, ik zal het even laten zien. Kijk, want we hebben hier nu een rijtje dozen. Maar kijk, achter die dozen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, zie je? Kan ik al die vacuümzakken douwen. Met al onze spullen. Dus dat is echt top. Dus, nou... Zo, de verhuizers. Het gaat best wel goed. We hebben al heel veel erin zitten. Dus we hebben goede hoop. Kijk. We hebben aardig al wat dozen. We alle kleding hebben we allemaal achter kunnen proppen. Keukentje erin. Ja, dan moet ook een dingetje. Nou, het is gewoon zo waar gelukt. Hij zit helemaal afgeladen. Echt helemaal afgeladen. Er past echt niks meer bij. Maar we hebben eigenlijk toch wel alles mee kunnen krijgen wat we mee wilden. En kijk, hier staan ook nog allemaal spullen. Helemaal afgeladen. En dan kan hier nog Jeroens vriend. Hier kunnen nog Jeroen en zijn vader zitten. En dan gaat het helemaal goed komen. We hadden dit echt niet verwacht. Maar het past. Nou, vamos! Hè? Hoppa! Vol. Volle sol. Hij zit echt helemaal vol. Kijk al, kijk dan. Zo, ben je er klaar voor? Yes. Oké. Nou. Goeie reis. Passen. Ja, is goed. Nou, breng veilig al onze spullen in Spanje, mannen. Yes, voelt helemaal goed. Top. Doei. Nou, daar gaan ze. En de spullen. Adios! Succes! Tot in Spanje, spullen!
gaan we wonen. Ons huis in Torrevieja. We zijn met de auto hier naartoe gereden. En dat was een rit van 2100 kilometer. 2 dagen over gedaan. Eerste dag 15 uur, tweede dag 10 uur. En het is een behoorlijk ritje. Dat kunnen we wel zeggen. Maar we waren met z'n drieën, dus we konden mooi afwisselen. Dus dat scheelt. Deze twee appartementen die gaan in de vuur. Twee keer een 6-persoonsappartement. En hier is het gemeenschappelijke zwembad. Dat is top. Lekker grasveldje erbij. Heel de dag in de zon. Daar gaan de kids zich wel van maken. De woonkamer. Met onze eigen accessoiretjes, de tv, installatie, alles aangesloten. Slaapkamer is nog een rommeltje, veel reisdozen, maar dat komt wel als we over 2 weken definitief overgaan. Nieuwe lounge set. Trampoline staat. Helemaal top. Zo, deze week zit er weer op. We gaan weer terugrijden. Daar zat de bus. Eerste dag vandaag gaan we richting Lyon, 1200 kilometer. Overnachting. En dan morgen de tweede rit van 950 kilometer. En dan zijn we weer in Hoek van Holland. Top week gehad, super gezellig. Heel veel gedaan. En als wij 11 augustus overgaan, dan... is al heel veel klaar en dat is wel lekker. Dus 2 weken wachten en dan gaan we definitief richting Spanje.